Het is aan de andere kant is Cocu het zoveelste voorbeeld van mensen die het Nederlandse voetbal in hun vingers hebben, maar die absoluut geen gevoel hebben voor andere voetbalculturen, hoe daar gereageerd wordt, hoe mensen daar graag spelen, wat gebruikelijk is. Het is tot gek voor woorden dat gerespecteerde trainers uit Nederland in het buitenland mislukken als beginnelingen. Ja, maar, dat komt omdat ze het Nederlandse spelconcept heilig verklaard hebben. Johan, als jij als trainer uit Nederland dan... Kijk, ik weet dat het daar natuurlijk bijna onmogelijk is, maar je moet gewoon de taal spreken. Oh ja, je moet gewoon kunnen communiceren met die jongens. Nou, Henk Timmer zei ook, je moet je eigen trainer meenemen die Turks speelt eigenlijk. Dat spreekt. Dat je een Turk meeneemt. Ja, maar weet je, die Guardiola die heeft een jaar over gedaan om Duits te leren. En die heeft er daarna nog een half jaar over gedaan om Engels te leren. Ja. Ik bedoel, ja, je moet kunnen praten met die gasten. Anders kan je nooit wat overbrengen. Praten en communiceren is de basis van coaching. Ja, natuurlijk, man. En als je daar een Hans Worst tussen hebt staan, die weer bevriend is met bepaalde mensen uit de organisatie, nou, dan weet je nooit of die de juiste vertaling geeft. Ja, je zit natuurlijk nog in een moslimland ook, waar je wat minder krediet hebt als in andere landen misschien. Toch? Is dat zo? Omdat je dan niet moslim bent? Ik bedoel, dat denk ik wel, ja. Ja, maar Dickie had ontzettend veel commentaar. Dickie had heel veel krediet daar. Ja, maar Dickie liep gesluit rond. Dat is een heel klein wit jurkje aan. Ik vind dat Nederlandse trainers... Dickie. Ik vind dat Nederlandse trainers best zich af mogen vragen of je nog wel met goed fatsoen in een land als Turkije, als je ziet wat daar gebeurt, kunt gaan werken. Ja. Daar stappen ze wel heel gauw overheen als er wat geld te verdienen is. Maar dan moet je Dick daar ook nog een keer op aanspreken als je die binnenkort weer ziet. Ja, zeker. Nou, maar dat geldt ook voor Dick. Ja. Maar jij weet, voor Dick laat zich 100% door geld leiden. Dat weet je. En die trekt zich nergens wat van aan. Dick zou ook naar China gaan. Dick zou ook naar Saoedi-Arabië gaan, denk ik. Ja, maar dit is het probleem. Met Dickie. Dickie weet wel hoe ze daar spelen, Johan. Hè? Maar je zegt zelf, op de Hollandse manier spelen. Maar Dickie, waar hij gaat daar naartoe, dan gaat hij echt niet op de Hollandse manier spelen. Want hij bouwt wel bepaalde zekerheden in. Hè? En dat zie je bij trainers die daar geweest zijn. Ik bedoel eigenlijk dat Dickie zich niets aantrekt van schendingen van de mensenrechten. Die gaat gewoon ergens werken. Ja, maar Jan er ook niet. Nee, jij ook niet. Nee, toch? Maar zat je in Saoedi-Arabië ook? Nee, ik zat in Dubai. Dubai. Je werd alleen met je hand afgehakt, dat is alles. Oh, maar dat kan. Dat mag toch? Dat mag natuurlijk.